Wat is hier de naam? Bernhard Offa Camping. Want je komt naar Dingenberg. Want wat waren ze zo vroeg in Holland? Ja, we wilden demonstreren met de collega's. Waarvoor? Damit die Landwirtschaft, dat we ons gehoord werden. Die Landwirtschaftspolitik, die funktioniert überhaupt nicht mehr. Ja, okay, aber in Deutschland ist das nicht so schwer als in den Niederlanden. In Deutschland funktioniert gar nichts mehr. Gar nichts mehr? Nee, die sind noch verrückter. Noch verrückter? Ja. Verrückter als Hollander? Ja, oder gleichmäßig verrückt. Oh, okay. Ja. Und was hoffen Sie heute zu bereichen? Auf uns aufmerksam machen. Okay. Ja. Und weißt du, was Sie heute noch tun? Was Sie machen heute? Was, nee. was also, geht's passieren? Wir fahren mit den Kollegen von Holland mit. Und Sie weiß nicht wohin? Nein. Okay, das ist auch eine Überraschung. Das ist eine Überraschung für die deutschen Bauern. Und wie viele Leute kommen aus Deutschland? Da geht es jetzt los. Ja? Ich weiß nicht, wie viel. Okay, wir warten ab. Ja, wir warten ab, genau. Da können wir mal gucken. Ja. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ich habe Abfahrt von Holland. Wij zijn hier verzameld, weer met alle boeren om op te staan tegen het onrecht wat ons wordt aangedaan. De zoveelste actie, de ene actie is nog niet afgelopen of de volgende is er alweer. Dan zouden we hier in Ulft, op het Zilvolde, parkeerplaats, grote verzameling dadelijk. Wat is de bedoeling vandaag? Wij willen vandaag weer duidelijk maken dat wij niet over ons heen laten lopen. En helaas is het met de afgelopen acties nog niet gelukt om duidelijk te maken dat wij ons niet aan de kant laten zetten. En dat gebeurt wel. Hoe lang gaan jullie door met deze acties? Want ja, ik bedoel, wanneer is het einde in zicht? Ja, ik hoop dat dit de laatste is en dat ze nou eens een keer naar ons gaan luisteren. Jullie staan er niet alleen voor, want wij hebben bij de Duitse grens gestaan. Jullie krijgen ook ondersteuning van de Duitse collega's. Hoe wordt het opgevat? Ja, dat is een ongekende samenwerking. Is nog nooit voorgekomen in de geschiedenis. Dat is toch fantastisch. Maar ook in Duitsland worden de boeren weggezet, gekleineerd, opgezadeld met onnodige regeltjes en daar niet voor betaald. Ik sprak een boer bij de grens vanmorgen vroeg. Daar schijnen de regels nog strenger te zijn als in Nederland. Ja, dat klopt. Maar daar gaat het meer over de mestwetgeving. Ja, dat is wat zij op dit moment over zich heen krijgen, ja. Wat speelt hier nou de rol dan in Nederland? Eigenlijk alle regeltjes van de afgelopen 30 jaar. Wat we maar er bovenop krijgen en er nog bij krijgen. En de druppel die de emmer deed overlopen is natuurlijk de hele stikstofcrisis. Hebben jullie de bevolking nog achter jullie samen met al die acties? Dat geloof ik absoluut. Ja, ben ik van overtuigd. Jullie zijn niet bang dat de Nederlandse bevolking dadelijk zegt van nu is het eigenlijk wel genoeg? Ik denk het niet, want zij beseffen ook donders goed dat wij zorgen voor hun voedsel. En vooral de mensen die tussen de boeren wonen, als je hier woont, kijk om je heen. Wat gebeurt er als wij weggaan? Er blijft niks van over. Dan ben ik mijn biefstukje kwijt. Dat ook, ja. Zeker. Tenminste, als je Nederlands biefstuk eet. Ja, maar er wordt veel geïmporteerd. Maar goed, dat buiten bij de beschouwing. Wat verwachten jullie vandaag nog hier?
Ik weet niet zo goed wat ik kan gaan verwachten. Nou ja, ik weet dat in Alten een aantal Duitsers staan die deze kant op komen. Is dat alles wat deze kant op komt of komt er nog meer? Nee, ik denk dat, dat je het dan wel hebt gehad. Ja. Ja. Maar we zamelen hier met een aardige groep en elders in Gelderland wordt ook verzameld. En vandaag gaan we voor chaos zorgen in Nederland. Chaos, vertel, wat gaat er gebeuren? Ik ga niks vertellen. Nou, je maakt me wel nieuwsgierig. Ga met ons mee, dan ga je het zien. Nou ja, dat gaan we zeker doen. We zijn heel benieuwd wat jullie in petto hebben. Ja, ja. Enig idee hoe laat dat gaat gebeuren? Nou, we wachten even op onze Duitse vrienden. En dan ga ik even een verhaal houden voor iedereen. Want niemand weet nog hoe of wat. En dan gaan we op pad. Eerst welkom voor iedereen die hier is. Met name nog welkom voor onze Duitse vrienden die met ons meedoen vandaag. Kunnen we daar even een applausje voor geven? Hartstikke mooi. Onze tolk is er vandaag niet, dus ik hoop dat jullie het meekrijgen. Jarenlang zijn wij stil geweest. Hebben wij alles geaccepteerd wat op ons afkwam, wat er van ons gevraagd werd. Lage prijzen en steeds hogere eisen aan wat wij doen, aan wat wij produceren. Op 1 oktober stonden wij op met z'n allen samen. Hartstikke mooi. Maar het heeft ons nog niks gebracht. De overheid neemt ons niet serieus. We worden genegeerd en de overheid probeert ons zoet te houden. De uitspraak, de rechtsuitspraak van gisteren, heeft ons mond doodgemaakt. In elk geval de FDF. Terwijl activisten hun gang mogen gaan, worden wij aan de ketting gelegd. Daarom staan we hier vandaag, uit naam van onszelf. Laat dat duidelijk zijn, we staan hier allemaal uit onszelf. En we staan op vandaag, alweer, samen. Er is vandaag een ongekende samenwerking, voor over de grens. Nog nooit eerder meegemaakt. Maar ook de Duitse boeren hebben te maken, dan wel niet met precies dezelfde problematiek, maar wel, die worden wel ook aan de kant gezet en krijgen de shit van het hele land over zich heen en worden niet gewaardeerd, net als wij. Wij zijn de voedselmakers, hier. Wij werken efficiënt en wij leveren zeer hoge kwaliteit. Als wij wereldwijd zo zouden boeren zoals wij dat doen hier, dan hadden we maar 1/3 van de dieren nodig en 1/4 van de landbouwgrond om de wereld te kunnen voeden. Ons hier wegpesten, daar help je niemand mee. De bevolking niet, het milieu niet en de natuur niet. Kijk eens om je heen. Wij maken dit. Dit landschap, de natuur die je hier om je heen ziet, dat maken wij. Wij hebben geen stikstofprobleem. De natuur rondom onze bedrijven floreert. Kijk eens om je heen, op je eigen bedrijf. Je ziet 's ochtends de herten voorbij lopen. Al het wild op onze bedrijven. Alle vogels om je heen. Iemand die denkt dat het goed is voor het milieu om onze weilanden vol te bouwen met woningen en met industrie, die is niet hoe Wies. Je hebt zijn goed Wies kapot. Die snapt er helemaal niks van. Wij willen dat de eisen van het landbouwcollectief worden ingewilligd. Er was gisteren in het nieuws dat er een akkoord zou zijn. Dat is niet waar. Er is een principeakkoord, er moet nog heel veel onderhandeld worden. En we zijn er nog lang niet. Voor vandaag wil ik even een paar dingen duidelijk hebben. Ik wil geen alcohol zien. We zijn allemaal in het verkeer, geen alcohol. Ik wil dat jullie allemaal nadenken bij de algehele veiligheid. We gaan geen routes van nooddiensten blokkeren. De politie hebben jullie gezien, die is bij ons. We zullen hun bevelen opvolgen als het nodig is. En ik wil het graag netjes houden vandaag. We gaan zometeen op pad. Ik hoop dat jullie ons allemaal willen volgen. We gaan de snelweg op en het doel ga ik nog niet bekendmaken.
Maar daar komen we. We gaan in elk geval vandaag zorgen voor algehele chaos in Nederland. En niet alleen wij, alle boeren van Nederland doen mee. We gaan zorgen voor chaos in de hoop dat we nu gehoord worden. Dus, eraan! Gaan we hier blijven bij het winkel. Dat is wel, ja. Dat is wel.